Suleiman, wat vind jij van de wedstrijd? Het is een hele goede wedstrijd van ons kant en uh, ik denk dat uh, Raakles gewoon een goede ploeg is en uh, dat wij uh... Hebben kunnen laten zien dat we ook gewoon goed kunnen voetballen in de KKD. En dat als wij gewoon gaan voetballen, dat we een hele goede ploeg hebben. Best wel tevreden, omdat het er uiteindelijk ook naar uitzag dat we met lege handen zouden achterblijven. En dan, ja, dan is het wel mooi dat je toch weer nog een, een punt haalt tegen een hele goede tegenstander, tegen de leider in de competitie. En uh, ook nog eens met, uh, met fases uh, goed spel van onze kant. Dus dan kan je al, bij al wel tevreden zijn. En nu kijk je eigenlijk naar de eerste seizoen zelf van Zet. Zeker een hele goede eerste seizoen zelf. Want we hebben gewoon van goede ploegs gewonnen. We hebben gewoon laten zien dat we kunnen voetballen. En uh, dat we gewoon een beetje aan de top horen met dit ploeg. Ja, dat heb je ook vooral laten zien in de eerste periode. Je ging aan de haal met de uh, award voor beste talent. Hoe voelde dat eigenlijk? Dat gevoel is niet te beschrijven. Want ik kwam van een hele lange blessure. En uh, dan het zo het eerste seizoen weer uh, opstart is uh, zeker mooi. Het kunnen nog meer van jou verwachten dit seizoen? Ja, gewoon uh, mooi voetbal. En ik hoop nog uh, meer goals en assists erbij. En van de ploeg? Ja, zeker nog meer. Uh, dat we gewoon uh, goed staan verdedigen. Gewoon ook met de standaard situaties. Zodat we minder goals tegen krijgen En dan, uh, ja, het aanvallen, aanvallen lukt dan wel. Kan spelen. Zitten er ook spelers van, denkt van, die zitten dicht tegen het eerste helft aan? We hebben sowieso met de jongens die uh, al bij het eerste trainen. Uh, we hebben met uh, Van Brederode en met uh, Maxime Dekker. Jongens die er heel dicht tegenaan zitten. Omdat die al veel minuten hebben gemaakt. Maar, uh, nou, ook in dit elftal nou, zie je bijna op iedere positie jongens die, als ze nog de nodige progressie pakken, waar ik zeker in geloof, dat ze daar dan heel dicht tegenaan kunnen komen. En, kijk, en dan volgt heel vaak de allermoeilijkste stap. En dat is dat het dan misschien nog niet meteen, meteen allemaal gebeurt. Ja, en dan mag je niet in een bepaalde teleurstelling. Geraken, want dan moet je toch maar blijven werken, blijven wachten. En uh, soms is het omdat er een paar blessures zijn bij het eerste waardoor dat die kans komt. En, uh, en uh, ja, soms komt het wat sneller, maar uh, als het nog even niet lukt, is het een cruciale fase voor die jongens. Uh, dat ze dat weer uh, kunnen doorspartelen. Uh, daar moeten we ze bij helpen. Uh, maar uh, ja, over het algemeen ben ik daar wel tevreden over. Marokko die speelde onlangs prachtig op het WK. En jij mocht ook uh, voor het eerst aanschuiven in Marokko. Hoe was die ervaring? Het was een leuke ervaring. Het was weer wat anders dan het Nederlands elftal waar ik altijd zat. Maar uh, ja, het, het, het geeft me een warm gevoel om daar te zijn. En uh, het is mooi om voor mijn land uit te komen. Kijk jij naar het WK van 2026. Ben je erbij? Daar ga ik wel vanuit. Als ik gewoon hard blijf werken en uh, de stijgende lijn blijft uh, stijgen, dan uh, ga ik zeker daar zijn.